twa Friese hutfietsers doggen mooi om dit Nederlands kampioenschap. En deze twa reizen je ook al naar Frankrijk voor de Tour de France. Het binnen Bauke Mollema en Liewe Westra. Mollema eindigen in de ronde van Zwitserland wat sjoen wordt als de laatste echte test van de Tour als twadde. En is in een bloedvorm. Ja, dat was heel goed natuurlijk. Ja, daar was ik heel blij mee. En ik denk de vorm is goed. Zeker voor de Tour. En ja, dit is natuurlijk toch anders. Een klassieker één dag en veel explosiever. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Gio Lippens is verslagjouwer van NOS Langs de Lijn. En docht al jarenlang verslag van de Tour. Ook hij verwacht het een soort van Mollema. Als je kijkt naar die ronde van Zwitserland. Hè, afgelopen ronde van Zwitserland. Nou, daar reed hij geweldig. En met name het karakter van hem. Ik denk dat hij dit jaar voor het eerst gewoon echt gewoon een hele goede Tour gaat rijden. Dus je hebt straks in de Tour. Je hebt Contador. Je hebt Froome. En je hebt Bauke Mollema. Zet Mollema daar nog maar een beetje achter. Achter Rodriguez moet je trouwens ook nog meetellen. Nou, er komen er nog heel wat hoor. Maar ik denk dat Mollema wel in ieder geval een top 10 plek kan gaan rijden. En dat vind ik al heel wat. En dan Liewe Westra. Het best van de tienje waar het Arun Nawazje nog Nederlands kampioen tiertrieden. Maar hij had nog wel wat last van zijn ribben. Van een valpartij in het criterium van de Dauphiné van 12 weken lien. Ja, ik was nog kampioen, dus dat is een goed teken. Dus de voeten zijn goed, alleen nu is het afwachten hoe het hier in de koers gaat. Ik hoor hoop wat ik Waasje hier. En dat haak ik voor jou ook. Ja, want dan is je zelfs Nederlands kampioen geworden, Waasje. De wieken kan wat dat onbelangrijk, dat is zelfs net meer steken. Nou, zeker, dat zei ik dat ook. De wieken kan net meer steken, maar het is toch mooi om een keer kampioen hier te worden. Dus ja, ik heb mijn best wel doen. Mollema komt uit voor de Blanco ploeg, voor Hinne de Rabobank en Westra voor Vacan Soleil. En dat binnen eigenlijk de sterkste ploegen op dit NK, waarbij Blanco de absolute favoriet is. Gleek na de start kiest Liewe Westra op dit Nederlands kampioenschap voor de onval. Al in de eerste ronde demareert hij en hij riet vervolgens rondenlang op kop. Liewe Westra pakt een maximale vastsprong van zijn 4 minuten op het peloton. En dat jouwt u dan weer de gelegenheid om even rond te gaan naar verslagjouwer Gio Lippens. Want kent Liewe Westra ook in de Tour voor een verrassingswartje. Het is wel gek eigenlijk, als de druk er niet op staat, als niemand iets van hem verwacht, dan presteert hij vaak. En wat dat betreft ja, heeft iedereen nu zoiets van, we zien wel waar hij finisht. En dat zou misschien wel heel goed kunnen zijn voor hem. Dagzegen, dat zou het mooiste zijn. Met nog 55 kilometer te gaan bepaalt Blanco het tempo in het peloton. En dat leidt heeg. Bauke Mollema is dan al overstapt. Toch nog net heel dol hersteld van de ronde van Zwitserland. En ook Westra redt het net op. Want na 174 kilometer wordt Liewe Westra bedankt voor zijn inzet. En even later stapt Liewe Westra ook uit de koers. En als Liewe Westra dan de bus weer uitkomt, vertelt hij waarom hij gelijk op dit NK de onvolkiezen heeft. Ik ben gewoon nog wat onzeker hoe het zit met mijn ribben natuurlijk in de koers. Dit is eigenlijk mijn eerste koers naar de Dauphiné weer. En, ja, ik denk dat ik er beter maar voorop zitten. Maar ja, ik kan natuurlijk hopen dat er gewoon een van Rabo en een van Argos mij wie. Maar ja, dat wie net zo. Dus ja, dan ga ik er maar een goede training van maken. Ploegleider van Vacan Soleil is Jean-Paul van Poppel. En hij had van Liewe Westra een vrije rol verregen in de Tour de France. Jongens kunnen altijd, zoals je vandaag ziet, als het heel lastig is, vooruit rijden en proberen een rit mee te pakken. En als dat lukt, dan is de Tour geslaagd? Als wij een rit winnen, is de Tour geslaagd. Jean-Paul van Poppel had zelf maar liefst nog een toeretappes op zijn namen stingen. Liewe Westra hoopt het in deze Tour ook op een dooi succes. Ja, rieden van de 20e, 30e plak, dat zit net echt op. En helemaal natuurlijk naar mij de blessure wat ik gewoon had. En de valpartij ben ik gewoon, denk ik, en maar gewoon heel realistisch werd, dat ik gewoon nog net super ben. En ja, dan kun je beter even die rit naar uitpakken en misschien een weekje warm draaien. En dan in het 12e, 3e weekend wat uitziekje. Als Westra de bus weer opziek het, rieden de 12 man op kop. Langeveld en de ploeggenoot van Westra, Johnny Hogeland. En dit is de beslissende demarage. In het Duivelse Bos riedt Hogeland bij Langeveld Vot. En bij de eigen bus razen zien ploeggenoten Johnny Hogeland naar de streek. De Zeeuwse Leeuw finisht als eerste. En naar de nationale kampioen tiertrieden had Vacan Soleil nou ook de nationaal kampioen op het diek in de hoes. Van Johnny Hogeland wordt Nederlands kampioen. En Wilst Hogeland, huldige wordt de fiets van Liewe Westra kleermakken van de start van de Tour.